Dankjewel, Ahmed. Ja, dames en heren, in Nederland hebben we heel veel verschillende culturen. En sommige van die culturen die beginnen soms ook een relatie met elkaar. En die twee verschillende culturen, versterkt elkaar dat nu? Of ja, maakt het de liefde alleen maar moeilijker? Dat gaan we vandaag weer checken. In twee culturen op een kussen. Daar komt Raymond tussen. Mijn gasten van vandaag, Mohammed Allah en zijn liefdallige vrouw Sanna Allah Bijlhout. Goedendag. Mohammed, je bent ex-voetballer. Ja. Marokkaan. Ja. Geboren in Den Haag. Maar ja, als je zou worden opgeroepen voor Oranje. Ja. Zou je dan voor Oranje kiezen of toch voor Marokko? Goh, ik denk voor Oranje. Ja? Ja. Waarom? Ja, hier vindt toch mijn leven plaats. Ik ben hier geboren en getogen. Ik denk dat het beter is dat ik dan voor het land uitkom waarin ik woon. Ja. Dus heb je wel een Marokkaans paspoort? Ja. Dat heb je ook wel. Dubbele nationaliteit. Dubbele nationaliteit. Ja. Goed, die hebben we vaker gehoord de laatste tijd. Ja. Dubbele nationaliteit. Goed zo. Sanne, het is nu Ramadan. Mo vast ook. Steun je hem daarin? Vast je mee? Of, Ik vast niet mee. Je vast niet mee. Dus nee. Je gaat gewoon lekker voor hem zitten. Hey, koekje erin. Nee. Ja? Oh, nee, ik trek me wel een beetje terug. Maar het maakt hem niet zoveel uit. Nee, maar hoe doen jullie dat dan? 'S Ochtends vroeg opstaan, ontbijt voor hem klaarmaken? Of denk je, bekijk het maar? Nee, hij zit in Enschede. En jij? Werk. En wij wonen, we hebben ons huis nog in Veldhoven. Dus, dus het is een beetje dus op en neer. Hij is gewoon lekker daar. Oh, oké. Okay. Nee, dan gaat het huwelijk heel goed, mensen. Want hoe lang kennen jullie elkaar? 10 jaar. 10 jaar? Ja. Ja? En jullie zijn nu hoeveel jaar getrouwd? 3 jaar. 3 jaar. Oké, okay. En hoe heb je elkaar ontmoet? Eindhoven. In Eindhoven? Ja, in de danssalon. In de danssalon? Ja, ja. Ze viel flauw. Ja? Nee, het is nog veel erger. Hij ging 4 keer om mijn teen staan, want hij kan niet zo goed dansen. Ja. Dus dat is toch het Nederlandse wat eerder. Ja. Nee, oké, okay, goed zo. Nou, we gaan even direct naar een beeldfragment. Die heb ik voor jou uitgekozen. Kijk even hiernaar. Wat zie je daar? Het lijkt op een Marokkaanse bruiloft. Of nee, ja, zelfs nog ervoor, de henna. Juist, henna, maar het is een bruid, dat klopt. Het is een bruid, een prachtige vrouw, bruid. Maar daarnaast zie je een vrouw in het blauw. Ja? Ja. Dat is een soort hulp, zeg maar. Ja. Een henna mevrouw, maar hoe noem je die? Volgens mij Negeffa. Hoe? Negeffa. Negeffa, heel goed, ja. Negeffa, heel goed, ja. Negeffa. Ik wist het niet, maar nu weet ik het ook. Ja. Negeffa, ja. Negeffa, ja. En weet je ook wat ze allemaal moet doen, die Negeffa? Ja, die kleedt, nou, eerst de henna. En op de bruiloft zelf mooi aankleden, de make-up, haar. En dat gebeurt wel een aantal keren. Verschillende jurken. Oké, okay. Zijn jullie ook op zo'n Marokkaans getrouwd? Dat je ook een Negeffa? Nee. Niet? Nee. Je had gewoon truus van de buren. Ja. Nee. Ja, de kapser van de nee, maar haar is ook mooi gedaan. Maar ik had maar 1 jurk en dat vond meer dan genoeg. Maar jullie hadden geen Marokkaans huwelijk, dus? Mix. Een mix. Hoe mix je dat? Mannen en vrouwen even apart en dan weer samen? Ik heb geen idee. Hoe gaat dat? Nee, goed. Het was zeer besloten dat wel, maar daarna gewoon een feest. Maar dan gewoon met Arabische en Hollandse elementen bij elkaar. Gewoon alles door elkaar. Ja. Maar ik moet toch afvragen, wat voor compromis hebben jullie moeten sluiten met de familie om dat voor elkaar te krijgen? Dat was echt heel moeilijk. Ja? Ja. Ik bedoel, kom maar bij je ouders aan van, nou ja, goed, we willen het een beetje besloten doen, niet te veel mensen. Gewoon heb je met die en die en die en die te maken. Dus dat was echt lastig. Ja, met oom Hafid en die moet die is al op weg van Marokko met de auto, daar kan je niet meer terugsturen. Nee, dus, Nee, dat was echt lastig. Ja, wij Surinamers hebben precies hetzelfde. Als ik feest thuis geef, moet ik maar warm heb je die tante niet uitgenodigd. Ik ga jou vragen om even je koptelefoon op te doen. En we hebben voor jou een vraag die hij niet mag horen. Gaan we dadelijk vragen als hij weet wat jij gezegd hebt. Ja? Versta je me? Ja, dan waren een schutje neer. Nog een beetje meer volume, nog een beetje meer volume. Ja, oké, helemaal goed, ja. Oké, ja, is goed, ja. Oké, nu hoort hij me niet meer, neem ik aan, toch? Nee, hoort. Schudt u weer met zijn hoofd? Nee, toch? Oké, goed zo. Ik ben benieuwd, wat is volgens jou het grootste vooroordeel dat er bestaat over Marokkaanse mannen? Je bent nu met één getrouwd, maar het is volgens jou onder de Nederlandse vrouw het grootste vooroordeel dat er bestaat over Marokkaanse mannen? Dat Nederlanders denken dat Marokkaanse mannen thuis de baas in huis zijn. Ja? Doe maar af, we hebben weer vragen. Ja, oké. Okay. Lekkere muziek? Cool, hè? Hard, ja, heel goed. Heel goed, ja. Nee, maar ik vroeg net aan Sanne, wat volgens haar het grootste vooroordeel is dat er bestaat over Marokkaanse mannen? Wat gaf ze als antwoord? Het zijn er zoveel, joh. Nee. Het zijn er zoveel. Trots, eer, baas in huis, dat soort dingen. Baas in huis, ja? Ja. En
En dat is bij jullie thuis duidelijk niet het geval? Nee. Nee, maar heb jij wel iets meegenomen voor de Marokkaanse cultuur? Heb je iets meegenomen van de Marokkaanse cultuur? Iets wat je denkt, nou, dat is toch iets wat ik heb meegenomen bij de cultuur? Ja, nou, het gasvrije. Dat ja? vind ik wel ben je een stuk gasvrijer dan? Ik moet zeggen, dat hadden we van huis uit ook al wel. Maar nu kook je gewoon meer? Nee, ook niet. Dat denk ik ook al. Nou ja, het eten vind ik wel helemaal geweldig. Kan je ook al Marokkaans koken, couscous? Ja, een aantal couscous kan ik niet, maar heb je eigen tagine thuis? Ja. Dat wel? Ja. Oké, goed. Zo, dat vind ik goed. Ja, nee, helemaal goed. Wat is het leukste met een Hollandse vrouw getrouwd te zijn, volgens jou? Als je een beetje Marokkaanse vindt, dat is echt te gek aan die vrouw. Organisatietalent. Ja? Ja, duidelijk. Van A tot Z geregeld, hoef me nergens druk om te maken. Dat is gewoon helemaal... Ja, alles wordt helemaal geregeld. Ja. En wat vind je lastig aan elkaars cultuur? Wat vind je lastig aan zijn cultuur? Wat is iets waar je echt aan moest wennen? Je denkt, jezus, dan gaan we weer. Dat niet alles bespreekbaar is. Dat vind ik lastig. Ja, ja. Nederlanders moeten alles bespreken. Ja. Overal over praten. Ja, precies. Ja. Maar dat hindert een beetje. En wat is het voor jou? Ja, weer die openheid. Dat alles bespreekbaar moet zijn. Ja. Maar hoe doen jullie dat thuis? Jij gaat in de ene kamer, bespreekt alles. Jij gaat in de andere kamer, zeg ik, doe mijn mond nu open. Spreek het op een bandje. Spreek het op een bandje, dan luistert hij in de auto. Okay. Ja, ze doet het nu expres thuis. Dan gaan ze het over seks hebben of iets dergelijks. Ja, dan gaan we horen en dan sta ik op, loop ik weg. Ja, ik ook. Ja, als mijn vrouw over seks begint... Ik ben geen Marokkaan, maak je geen zorgen. We hebben Quintus Risti weer op pad gestuurd om een vraag te stellen aan de mensen op straat. Kijken wat hij wil weten dit keer. Jurgen, ik vraag me af wat de mensen ervan vinden hier op straat als hun dochter met een Marokkaan zou trouwen. Ik zou daar moeite mee hebben, toch? Juist Marokkaan, ja. Sorry, maar... Ik ben in Rotterdam. Met gewend dat de bevolking niet alleen maar wit is en blank. Mijn ouders die zouden er geen probleem mee hebben, denk ik. Nou, moest ik even over nadenken. Even de kat uit de boom kijken. Wat zou je ervan vinden als je zoon thuis zou komen met een Nederlandse vrouw? Of met een Nederlandse vrouw zou trouwen? Dat is toch hem leven. Als ze maar moslim wordt. Hoe zou je het vinden als uw dochter met een Nederlandse man zou trouwen? Sorry. Vertel niet, sorry. Ik heb geen dochter meer. Wat zou je ouder ervan vinden als je met een Marokkaanse man thuis zou komen? Heel erg verbaasd. Nou, we vroegen haar, wat zouden haar ouders ervan vinden als zij met een Marokkaanse man thuis kwam? Ze zeiden, nou, ze zouden heel erg verbaasd zijn. Maar waarom zouden ze verbaasd zijn? Is het A, omdat ze al 10 jaar gelukkig getrouwd is met een Surinamer? Is het B, omdat ze pas gescheiden is en alle mannen voorlopig heeft afgeschoren en dus helemaal niet aan de relatie moet denken? Of is het C, omdat ze eigenlijk op vrouwen valt? Ja, ik denk C. Ja. C. Ja, waarom? Ja, dat was eigenlijk mijn eerste indruk dat ik dacht van, ja. Nou, zeg het maar, Mohammed. Maak het bespreekbaar. Waarom zeg ik... Vooroordeel? Vooroordeel, ja. Denk je dat? Laten we kijken wat deze mevrouw zegt. Wat zouden je ouders ervan vinden als je met de Marokkaanse man thuis zou komen? Heel erg verbaasd. Zo, waarom? Als ik met een man thuis kom. Waarom? Waarom? Omdat ik met een vrouw ben. Nou, helemaal goed. Ja. Ja. Nou, ik heb voor jullie de ruim in de slaatpyjama. Jij krijgt de lady size en de gentleman size. Ja, dan heb je, weet je, ik weet dat seks onbespreken, dus kan je lekker in je pyjama in bed liggen. Dan heb je er in ieder geval geen last van. Maar ik moet toch iets, moet ik jullie vragen voordat jullie gaan. Er is zoveel te doen nu met vooroordelen over Marokkanen en het gedoe hier en daar. Ik bedoel, heel vaak onterecht. Maar hoe staan jullie daarin? Ik bedoel, hoe overleef je dat elke dag? Want ik neem aan dat jullie ook heel veel ermee geconfronteerd worden in de vriendenkring en in je omgeving. Nou, in eerste instantie, maar dat is al 10 jaar geleden, de vrienden die dat zeiden, van wat moet je nou met een Marokkaan, dat zijn al lang geen vrienden meer. Mm-hmm. En daarnaast zijn we heel druk met Stichting Marokki Stars bezig om al die vooroordelen weg te halen. Dus, en dat lukt? Ja, beetje bij beetje, maar... Beetje bij beetje. Ja. We doen hard ons best. Ja, je kan in een hoek gaan zitten of je verschuilen of boos worden. Het heeft geen zin. Gewoon de wereld open tegemoet gaan. Uitgaan van iedereen's, van je eigen unieke talent. En dat is altijd wat we uit blijven dragen. Dus wij gaan daar, wij hebben er geen last van. Nou, ik ben hartstikke trots en echt vreselijk blij met jullie. Dank je wel. Mohammed Allah, dames en heren. Sana Allah Belo. Dank je wel.